Ik ben Mohamed Boutaka, 22 jaar. Waar kom je vandaan? Amsterdam-Oost, Boerhaafplein om precies te zijn, waar we nu staan. Ik heb de NK Panna Knockout toernooi gewonnen. Het staat voor het Nederlands kampioenschap Panna Knockout. En ja, daar was ik de beste. Prosineki, zeg maar een panna, doe hem die kant, spring hem zo door de benen, zeg maar. Akka naar buiten. Akka naar buiten. Akka naar binnen, die we allemaal op tv zien natuurlijk. Nog een keer. En is dat dan allemaal functioneel? Is het ook om gewoon een beetje te laten zien wat je kan? Beide. Kan allebei, zeg maar. Het hangt af wat voor invulling jij daaraan geeft. Ene moment denk je van, ik laat gewoon even... Ik open even de box van Pandora, ik laat gewoon even wat trucjes zien. Ander moment denk je van nee, ik wil wel even de wedstrijd winnen. Dan ga je trucjes doen met rendement. Dan pik hier die bal, wip ik hem omhoog, knie en om je heen. Dit is de knie akka. Dit is de echte enkelbreker. Dit. Dat is dat moment. Deze. Ja! Jij hebt ook een eigen truc, hè? Ja, ja. Dit is de Boutaka. Afgeleid van mijn achternaam, Boutaka. Je tikt hem zeg maar met je rechtervoet. Tik ik hem naar mijn linker. Ga ik het met mijn linker over. Zit weer linker hakballetje. En dan met mijn rechtervoet maak je weer een akka. Zeg maar de Boutaka. En hoe bedenk je nou zoiets? Gewoon eigenlijk, als je heel veel met de bal bezig bent, kom er vanzelf gewoon... En wat dacht je zelf toen je hem deed? Toen? Dacht je meteen van, jezus, wat heb ik nou weer gedaan? Van, oh, ja, inderdaad, ja. Van, wow, die was wel hard. Ja? Die is wel vet. En ook aan de reacties te zien van de anderen. Wow, wow, nog een keer, nog een keer. Dus toen wist ik wel van, wel een goede truc. Ja, internationaal zijn ze nog niet eens zo ver als wij. Nederland is, ik ben onlangs naar Brazilië geweest. Waar je toch zou denken, de voetballers van de wereld. Maar ook daar wisten ze niet wat ze zagen en hebben ze allemaal een poortje van me gekregen.